onmiskenbaar Friesland. Te Itkenshuizen is in een loods een gezellige passagiersontvangstruimte ingericht. Vaak word je teruggebracht naar de uitgangsbasis. Wij gaan gezien de windrichting eerst naar een startpunt, Drachten in dit geval, en laten ons daarna terugdrijven door de wind. De plaats van opstijgen is altijd bekend, de landingsplaats nooit. Nadat iedereen aanwezig is, wordt gezamenlijk begonnen met het opbouwen van de ballon. Na ongeveer 30 tot 40 minuten is de ballon klaar voor vertrek. Eerst wordt de ballon met koude lucht gevuld. Deze wordt later verhit. Dat gaan wij zo meteen ook doen. We gaan spreiden. En dan voordat we warme lucht erin gaan zetten, gaan er een paar naast mensen zitten. De mensen gaan op hun knieën. Goed naar. Er gaan hier drie ballonnen de lucht in. De groene ballon behoort niet tot onze luchtvaartvereniging. Dat is vrij snel, hè? Wat is er mooier, zwevend als een vogel in de lucht, te genieten van de omgeving. Het adembenemende uitzicht en de rust die met geen enkele andere vorm van luchtvaart te vergelijken valt. De ballon heeft de snelheid van de wind, zodat u deze niet voelt. Plotselinge bewegingen zijn er ook niet. Er is alleen één grote mate van rust. Veel mensen met hoogtevrees hebben het Nederlandse landschap reeds van bovenaf bewonderd. De ervaring heeft geleerd dat het gevoel van hoogtevrees is verdwenen zodra de ballon los is van de grond. Misschien heel vreemd, maar echt waar. Thank you.
ballonvoerder kan met behulp van krachtige propaangasbranders de hoogte van de ballon regelen, maar niet de richting. Deze wordt door de wind bepaald. In het zomerseizoen kan alleen de eerste en de twee laatste twee uur van de daglichtperiode gevaren worden. Dit heeft te maken met de thermiek. Dit wil zeggen dat er in de lucht op- en neergaande luchtstromingen zijn, wat uw ballonvaart nadelig zou kunnen beïnvloeden. Ballonvaren behoort tot een van de veiligste luchtsporten die er bestaan en is zelfs veiliger dan autorijden. Nee, dat is een natuurgebied. Wanneer het tijd is om te landen, gaat de piloot op zoek naar een geschikte landingsplaats, zodat hij de ballon veilig aan de grond kan zetten. De grondcrew weet, door middel van radiocontact of telefoon, waar de ballon is en zal spoedig ter plekke zijn. Nadat u weer met beide benen op de grond staat, is het tijd voor de traditionele champagnedoop. De kersverse ballonvaarders worden in de adelstand verheven en ontvangen een persoonlijke oorkonde als blijvende herinnering aan de ballonvaart. Zijn jullie hier inderdaad? Dat zou in 1783 wel even gooien. En als het goed gaat... Ja, dat? Ja, dat is natuurlijk.